Kijk eens, vandaag een wedstrijd tegen DWS Ermelo. We zijn nu onderweg. Ik heb een nieuwe cameraman mee, genaamd Emiel. Hij heeft in de jeugd gevoetbald bij verschillende profclubs in Griekenland. En hij gaat me vandaag helpen met filmen. Yes. Heb je zin in? Yes man, ik heb zin in. Ik ben benieuwd hoe de boys gaan doen tegen DWS Ermelo. Hopelijk gaan ze een mooie actie maken dat ik ze op beeld kan zetten. Ja, we zijn nu al 4 wedstrijden op rij ongeslagen. Dus ik ben benieuwd of we vandaag weer een prestatie neerzetten. En of jij alles op beeld krijgt. Ik ga mijn best doen, vast wel. Top, ciao. Sjors, ja. Afgelopen wedstrijd wereldgoal. Ja, top. Vertel, hoe ging die? Hoge bal, hij stuitte in één keer en volley in het doel. Direct in het goal. Ja. Naar het feestje. Ikkel. Ja, straks wel. Strak aangekleed, hè? Ja, toch. Geen zo'n lips, lips. Ben je klaar voor fam? Hoe niet. Heb je wat te vertellen? Man, presteren toch? Laat het zien, hè? Ja, we moeten focus erbij houden toch? Ik ben benieuwd, man. Ik voel me heerlijk in deze auto. Ja? Ja. Waarom? Nou, het voelt lekker. Het is een academie. Van Kenzo natuurlijk. Je voelt je goed met de camera, je hebt ervaring. Nee, ik heb heel weinig ervaringen met camera. Leef er naartoe, man, dat is belangrijk. Ja, dat is we hebben een hele jaar achter de rug gehad, we hebben het hele jaar gehad, we hebben ups en downs meegemaakt, mooie dingen meegemaakt. En nu staat er weer een nieuwe koers, dus ik heb er goed gevoel bij. Ja. Nee. Je hebt al ervaring? Ja, vaak met de camera. Ja? Ja. Waar dan allemaal? Ja, voor presentatie, voor reorganisatie, hoe het systeem werkt, moet je opnemen, dat je het laat zien. Hoe ja. Maar nooit voetbal, Gerrit. Beatrix Theater, met catering met de dingen, SBS6, André van Duin, is ook daar binnen. Zo, ja, was televisie, alles, die VIP, gewoon dingen, gewoon bezig. Weet toch? Wat vind je van de academie van Kenzo? Ja, vind ik mooi hoor. Dat is echt mooi. De jongen is goed bezig. Ja, vind ik. En wat verwacht je? Prachtig hoor. Ja. En wat verwacht je dat er vandaag gaat gebeuren met de wedstrijd? Ik denk wel winnen hoor. 100% jongens. 100%. Moet. Kan niet anders. De jongens zijn goed hoor. Wat verwacht je van de wedstrijd? Ik verwacht dat het een hele andere wedstrijd helemaal op gras is. Anders toch? Ja. Maar ik denk dat het echt een... Het is wel een zware wedstrijd. We zijn gewend op gras, denk ik. Hm. Ik en niet, en ik denk wel meerdere niet. Maar we gaan ons best doen, we gaan het zien. Alles geven. Is goed, breken. Man. Ja, gooi het. Hey. Sa. Vertel. Ja, zometeen wedstrijd. We gaan zeker weten niet onderschatten wat voor team het is. Gelijk minuut 1, we gaan scherp. En gewoon presteren. Wow. Aanvoerder, hè? Aanvoerder, ja. Zoveelste wedstrijd. Ik kan niet klagen. Je bent er klaar voor? Zeker, hoe niet? Het team leiden, hè? Sowieso. We gaan met de wedstrijd beginnen. Bij minuut 1 gelijk scherp. Elkaar gewoon motiveren, als foutjes maken, gewoon scherp houden. Ga niet vergeten waarom je hier staat. Je wilt een doel bereiken. Laat zien waarom we academisch zijn. Ja, boys? Ja, kom op, boys. Focus. Ja, man. Ja, jij. Dinesh, komt hier! Dos! Kip jij! Ja! 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 Ja
flauw. Five minutes later. Geven. Dat is wat we hebben gedaan. Ja, maar je ziet het, we hebben gewonnen. Mijn stem is helemaal kapot. Je hoort het, ik heb hard gecoacht voor dat team. Maar die trap op de tafel was wel nodig. Boom! En zo beuk je ze. Lekker duidelijkheid. Meer duidelijkheid. Lekker werken als team, dat zie je. Dat wordt beloond. Hai, wat vond je van de wedstrijd, Ter? Nou, het ging op zich wel gewoon goed. Alleen in de eerste 30 minuten ging het op zich nog wel wat. Langzame speelhandeling mocht wel omhoog gaan. Maar ik vind wel dat we gewoon in de tweede helft het gewoon hebben opgepakt. Twee doelpuntjes gemaakt voor het team. En ik hoop dat we gewoon dat kunnen voorzetten naar de wedstrijd die zaterdag en zondag komt. En wat was voor nodig om nu tweede helft beter te spelen? Ja, motivatie en het team moest gewoon samenwerken. Vanuit daaruit hebben we gewoon hard gewerkt. En we hebben onszelf beloond door een winst eruit te halen. Van een 4-2 achterste naar een 5-4 winnen. Dus ik ben wel tevreden. Heerlijk man. Rustig! Applaus voor je kant. Het enige wat ik hierop kan zeggen is dat jullie hebben gewerkt als mannen. Wat ik precies zei in de rust, dat hebben we nodig. Jullie zijn opgestaan. En dat hebben jullie letterlijk allemaal gedaan. Dus nogmaals vanaf het begin. Het is helemaal dat aan. Ik ben super trots op jullie. Ga douchen en ga lekker naar huis. Jimmy, wat vond je ervan? Ja, de derde helft zijn we sterk teruggekomen naar de speech. De aanvallers hebben gedaan wat ze moesten doen. Dus daar ben ik zeer tevreden over. Wij konden ook 4 keer scoren, dus ze konden ook veel scoren. Dus voor mij was die derde helft geslaagd. Maar dat moet wat jij zegt vanaf het begin af aan al. Ja, dit was echt Champions League, waar vol emotie wedstrijd. Dit is een wedstrijd waar je echt geniet. Je hebt genoten, je hebt een heleboel dingen gezien. Terugknokken, weet je. Laat zien dat we de baas waren. Dat is, mijn avond kan niet meer stuk, man. Ja, we hebben zeker genoten. Echt genoten. Dit was Champions League. Ik kan niks meer dan dat zeggen. En dit is voor de hoeveelste keer dat we hebben. Dit is al de vijfde keer dat we begonnen. We moeten gewoon maar doorleven gaan. Moeilijke wedstrijd, mensen, niet normaal. Van 4-1 tot 5-4, man. Gedaan. Echt top. Van 4-0, 4-1 naar 5-4. Dat is gewoon respect. Dat is gewoon echt, ze hebben gewoon, deze jongens hebben vandaag 1000% gegeven. Sinds je die woorden had gezet, dat ze voor elkaar moesten werken en harder moesten gaan spelen. Vanaf dat moment is het ze gelukt en zo hebben ze de wedstrijd omgedraaid. Heerlijk. Dus dat betekent dat je gewoon een. Dat de motivatie allemaal vanuit de coach kwam. Kenzo. De beste coach. Ever. Ja. Ferry, hè? Ja, toch. Heb je gescoord? Pardon, Francis. Tu fais le but?
Ouais, j'ai marqué le but, vous avez vu, 3-0, tu vois, non. Ja, gescoord, zeg je. Ja, qu'est-ce que j'ai fait ça? Quoi? Wat is dit? Kezo, je voetbal, Kezo, je voetbal, kijk maar. 20.000 bro, kijk maar, bro, kijk maar. Denk je dat hij nep is, bro? Hij is echt. Kijk maar, voelen, bro, voelen. Oké. Kijk eens, vandaag een wedstrijd gehad tegen DVS Ermelo. Het was bijna echt een Champions League wedstrijd. We stonden gewoon 4-1 achter. Uiteindelijk is het 5-4 voor ons geworden. Eerste helft dat jij echt niks te doen hebt. Eerste helft was dramatisch. Ik dacht echt, wat beginnen jullie aan? Of zijn jullie mee bezig? En tweede helft ging het iets beter. En dan het laatste gedeelte, ja, toen ging het perfect. Liep alles, goede inzet, goede speech gehad van jou en van Jaim. Toen gingen jullie vlammen, hebben jullie nog omgedraaid. Zeker man, zeker. Ja, DWS Ermelo stond er echt goed als ploeg voor. Ze hebben onze eerste twee helften echt super moeilijk gemaakt. En uiteindelijk, zoals je zei, na een goede break van mij en de coaching van Jimmy en de andere stafleden en Jaim is het uiteindelijk omgedraaid. Dus ik ben mijn spelers heel erg dankbaar. Ik ben DVS Ermelo heel erg dankbaar voor de wedstrijd. En op naar de volgende finale, zoals ik altijd zeg tegen mijn spelers. Aankomende zaterdag tegen Cambuur. Blijf vooral dit YouTube kanaal checken en like en abonneer.